Nee, dit keer heb ik een kopje koffie met familie gedronken. Ja, je houdt niet veel tijd over naast sport en studie. Ja, ik heb het voordeel dat ik echt super lief familie heb en die begrijpen mij heel goed. En die begrijpen alle keuzes eigenlijk die ik moet maken voor mijn topsport en voor mijn studie. En dat ik vrij weinig tijd overhoud voor andere dingen. Dus zij passen zich heel erg aan ook naar mij, waar ik heel dankbaar om ben. Ja, omdat ik zoveel waarde wel hecht aan mijn familie en vrienden, probeer ik het wel echt wel bij te houden. Of in ieder geval, als ik kan, probeer ik af te spreken. En dan is het altijd echt super leuk en gezellig. Ja, daar put ik zoveel energie uit ook, dat ik daar dan weer een tijd op kan teren eigenlijk. Nou, ik kan eigenlijk niet stilzitten, dus ik heb nooit eigenlijk, als ik een vrije dag heb, dat ik dan echt een dag op de bank alleen maar Netflix ga kijken of zo. Dat kan ik niet. Dus dan, ja, op mijn vrije dag probeer ik eigenlijk wel dan mensen die ik lang niet heb gezien te gaan zien. Dus familie op te zoeken en met hen leuke dingen doen. Eigenlijk heb ik stiekem wel de neiging om dan nog iets sportiefs ook te gaan doen. En ik heb een hele sportieve familie en hele sportieve vrienden, dus die willen vaak dan ook wel mee. Dus uiteindelijk eindigt het dan toch wel weer in iets. Wat ik al zei, eigenlijk mag ik niet echt iets actiefs nog doen daarnaast. Want het moet gewoon voor rustdag is het goed dat je je lichaam rust geeft. Dus ik ben een beetje gaan zoeken dan naar hobby's die dat toestaan. Dus tegenwoordig dan doe ik een puzzel of zo. Andere hobby's, bakken, koken. Ik vind dat echt super leuk om te doen. Vooral ja, eigenlijk gezonde dingen dan een beetje bakken. Maar dan toch iets heel lekkers van maken. Nou, je ontkomt er niet aan als je gesprekken hebt met mensen, omdat ze jou kennen als schaatster en ze zijn gewoon heel erg benieuwd hoe dat werkt. En dat begrijp ik volledig, dus eigenlijk gaan de meeste gesprekken wel altijd over schaatsen. Ja, ik zou me dan uitleggen als een ja, heel gedreven persoon die weet wat ze wil en ja, wel echt met het zich willen tonen aan de wereld wat ik kan. Maar ook weer niet op de voorgrond willen treden. Ja. Ja, ik vind het raar om over jezelf te zeggen, maar voor mij is inderdaad, ik ben student, maar ik heb natuurlijk nooit echt het studentenleven ervaren. Of ik het mis? Nee, ik mis het nu niet, maar misschien dat ik het ooit mis. Ik heb wel, als ik verhalen van vrienden of van mijn zusje hoor over dat leven, Dat doet mij al wat, zeg maar. En dan denk ik van, oh, dan heb ik het idee dat ik het zelf heb meegemaakt of zo. Dus dan heb ik ook minder de neiging dat ik denk, ik moet dat zelf nog meemaken. Dus ik mis dat niet heel erg. Zeker, ja. Bier of wijn, er wordt altijd heel erg over gedacht dat dat echt niet kan bij de topsport. Maar ja, op z'n tijd een wijntje of een biertje. Als je er gelukkig van wordt, ja, dan moet je het nemen. Want dan, als je gelukkig bent, dan presteer je ook gewoon beter. Ik ben dus best wel ambitieus, dus ik denk dat ik als ik zou stoppen met schaatsen zou ik echt wel fulltime studeren en daar aan die toekomst eigenlijk gaan denken. Daarnaast zou ik wel veel denk ik ook wel zelf brood gaan bakken en zo. Dankjewel. Dankjewel.